Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen nadat wij gisteren de berg op zijn gelopen. 10 kilometer in de nacht slash ochtend. Dat was echt super nice, prachtig uitzicht. Maar mijn beentjes voel ik wel. Maar goed, we moeten nu eventjes wat dingetjes regelen. We hebben hier namelijk de witte was, best wel veel. We hebben hier de normale was, ook best wel veel. En we hebben daar Myron. Hey. Die moet even douchen. Ik ga even douchen. Jij moet ook even douchen. Ja. Dus we moeten even wat dingetjes regelen. Maar dat gaan we nu doen. Dus ik doe hier even de boel uit. Hop, lichtje uit. Deze mee. Sleutel heb ik mee. Zo. Holy moly. Die wastas is niet normaal. Ja, maar dat komt dus omdat we die was al gedaan hadden. Maar we konden het niet laten drogen, want het lag bij hun. We hadden geen droger en het regende buiten. Dus dat is natte was. Ja, dat is zwaar. Ja. Dus dan moeten we even gaan wassen. Nou, daar staat de andere camper. Ja, we gaan even douchen, even opfrissen. Het is koud buiten trouwens. Het waait echt hard ook. Maar goed, dat is ook Noorwegen. Dus hier lopen we dan eventjes in de ochtend wat dingetje regelen. Oh ja, en ik moet naar de reception. Om eventjes te betalen. Want je kon gewoon betalen de volgende dag. Dus dat gaan we ook even regelen. En even kijken of we wasmuntjes moeten halen. Allemaal dat soort dingen. Dus we hebben gewoon even een ochtend dat we meteen even allemaal dingetjes gaan regelen. En ik heb super veel zin trouwens in een broodje chocopasta. Oh, broodje chocopasta. Mooi uitzicht hier hoor. Niet normaal. Zo. Dit is dus de receptie. De White House. Zo hebben ze het genoemd. Hey, katje. Oh, zo lief. Hey. Hey. Hallo. Oh. Oh. Schatje. Zo lief. Ga je naar binnen? Ja. Let's go. Het is gewoon een huis. Zijn we niet goed? Ik zal je aanbellen hier. Oh. Hallo. Oh, 2 seconds, zegt ze. Oh, okay. Wow, hier wonen die mensen gewoon, denk ik. Ja. Ja. Ja, het is gewoon een huis. Hier wonen ze. Het is ook de receptie. Hallo. Hallo, good morning. Good morning. We stayed with 2 campers. Yes. Yeah. Yes, yes, please. Ja. Yeah. Zo, de kerstman gaat er weer van. Wat een aardige mevrouw. Zeker. Ja, die woont hier denk ik gewoon op de camping. Ja, dat is gewoon hun huis. Ja, en je hoeft voor de wasmachine moet je betalen bij de receptie. Je moet ook per persoon betalen. Voor stroom, voor camperplaatsen, alles erop en eraan, allemaal gefixt. Zo, nou, wasjes, douchen, tanden poetsen. Let's go. Eerste was denk ik, want dit duurt wel lang. Ja, dat is belangrijk. White hard, hè, hoor je dat? Hier, washing room. Yes. Ja, zij wel, ik hoop dat het vrij is. Ja, dat hoop ik. Denk het eerlijk gezegd niet. Kijk, washing room. Oh, dat zou echt stom zijn. Maar volgens mij hebben ze er maar 1, had ik gezien op de foto's. Oeh. Heel licht. Oké. Licht doen. Ja. Oh, wel. Geduld. Hè? Yes, het is vrij. Oh, yes. Er zijn 2. Even, allebei vrij. Even kijken, 1 is de droger, denk ik. Dit is gewoon, dit is droog. Dat heeft iemand eruit gehaald omdat hij ook wou wassen, denk ik. Dat zit er al in van iemand. Oké, okay. Is dit de wasmachine? En dat de droger? Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Wil je hier een foto van maken met je telefoon van Translate? Ja, dat is wel. Ja, dit is droog. Nou, deze is een droog, die wil je aan. Ja, onderbroek en sokken. Myron is nu naar buiten gelopen om even wat internetverbinding te gaan halen. Hier binnen in het hok heb je geen internetverbinding. Want we hebben geen idee wat hier allemaal staat qua programma's. Je kan er wel een paar dingen uithalen. Kijk, kort programma, 15 minuten, dat is op zich logisch. Eco, drum clean. Dus ja, dat zijn een paar dingen die je er wel uit kan halen. Maar we willen graag een snel programma, een snel wasprogramma. Kijk, hier moeten we even de wasmiddel in doen. Heb je het? Ja. Ja? Katoen. Dat is ook katoen. Kunststof, wol, denim, spoelen. Ja, hoeft dan. Is het toch gewoon katoen? Ja. Juist. Yes. Eerste wasje is een feit. Maar die moet ook nog in de droger straks, hè? Ik wil zeggen, moet ook in de droger doen. En dit programma duurt al 1 uur en 4 minuten. Ja, maar we gaan even douchen, tanden poetsen, alles klaarmaken. En dan kunnen we dan even wachten op het drogen. Ja, het is een beetje druk hier bij de douches. Je hebt hier 1 wc. Je hebt hier een douche. En je hebt hier nog een douche.
En hier zit Myron in. Het is echt een heel klein hokje gewoon, qua douchen. Normaal gesproken douchen we met z'n tweeën. Want dan kunnen we gewoon de shampoo en alles kunnen we meteen bij elkaar doen. Maar het is echt een te klein hokje. Dus ik wacht eventjes buiten. Myron even lekker douchen. Ik heb alles opgehangen voor Myron, dus dat kan ik straks aangeven. En dan straks even wisselen. Oh, lekker gedoucht hoor. Echt heerlijk eventjes opgefrist. Ik stonk gewoon, dat was niet te doen. Dus helemaal blij. En jij ook eindelijk even gewassen. Man, wat een stank. Godverdamme. Ongelooflijk. Dus even lekker... Oh, je hebt hier nog wel wat. Jij ook. Oh, dit was hard. Ik doe witte hard. Jij doet witte hard. Kom eens even bij me op schoot. Kom, wil jij een cadeautje dit jaar? Kom eens even op schoot. Ja, je was vanochtend al met die waslas en dan nu cadeautjes. Je bent echt de kerstman. Ben je lief geweest dit jaar? Zeker. Jij? Zeker. Hey, eventjes over de camper, want wij zitten in de camper en alles in orde. Maar de andere camper die heeft een beetje struggles. Die ervaart lekkage. En lekkage is finesse voor de camper. Dat is slecht nieuws. Ja. Dus heb ik eventjes geschakeld met GoBooney, waar ik een samenwerking mee heb. En ik heb even geschakeld met de plek waar de campers vandaan komen. Dus ik heb ze even op de hoogte gesteld. Ik heb ze foto's gestuurd. Ik heb ze video's gestuurd. Het is namelijk zo dat als je schade rijdt, dan ben je verzekerd. Maar dan heb je een eigen risico. De meeste verzekeringen is een eigen risico 1000 euro, ongeveer. Bij GoBooney hadden wij een eigen risicoverzekering per camper van 150 euro. Dus stel voor Myron rijdt spiegel eraf, dan betaal je 150 euro eigen risico. Stel voor je rijdt dan een week later... Jij rijdt de andere spiegel eraf. Juist, dan betaal ik dus ook eigen risico 150 euro. Dus het is 150 euro eigen risico per incident, per ongeluk. Nou, nu is het zo dat de andere camper, dat nadien toen ze zichzelf vastreed met de camper onder de viaduct, toen was het zonnescherm kapot gegaan, het dakraam is eruit gevlogen. En ja, nu ervaren ze dus lekkage en scheuren in het dak. Waardoor je dus meteen kan schakelen met een partij in Nederland, met GoBooney. Er is ook 24/7 hulpdienst. Dus het wordt allemaal geregeld. En die informatie die heb je ook allemaal, die krijg je ook allemaal mee. En dat wordt ook verteld. Dus ik heb even flink wat lopen bellen en gevraagd van ja, wat is nu het beste om te doen? Nou, het allerbeste om nu te doen, vooral met deze keiharde wind en regen, is om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk lekkage is. Dus dat wordt op dit moment geregeld. Er is een zeil gekomen, of tenminste, die hebben ze ergens gevraagd. In de tussentijd hebben wij trouwens de hele camper hier even opgeruimd en even netjes gemaakt. Je hebt de was in de droger gedaan. Dat is hopelijk zo. En als jij heel even wil staan... Nee, ik wil eerst mijn cadeautje. Dan kunnen jullie zien dat ik eventjes mijn elektronische installatie hierachter heb geplaatst. Dus alles wat aan de lader zit. Daarom heb ik echt een stekkerblok nodig altijd. Want ik heb zoveel dingen aan de lader met camera's en noem alles maar op. Dus dat heb ik even hier neergelegd. Voor als we weggaan hebben we in ieder geval ruimte hier. Dus kijk, hier is de bank nu zowat vrij. De tafel is zowat vrij. Dus nu hebben we even wat meer ruimte. We hebben even afwasje gedaan. Dus gewoon even de standaard dingen die je doet in de camper. En in de tussentijd hebben zij dus een zeil gefixt. En dat zeil proberen ze nu over de camper heen te gooien. En strak te maken met touwen of met iets anders. Waardoor er dus geen water meer naar beneden komt. Want... ja, er komt nu gewoon water naar binnen en dat is gewoon echt niet nice voor de camper. Funest. Dat is finest. Is het finest? Ik dacht funest. Funest. Ik dacht finest. Ik weet het niet. En is het manoeuvreren of manoeuvreren? Manoeuvre. Manoeuvre. Ja, voor als je de vlog van gisteren hebt gekeken, weet je waarom de manoeuvre grap maken. Goed, laten we even kijken bij de anderen of we kunnen helpen hoe de situatie daar op dit moment is. Maar toen ik 2 uur geleden daar was, toen was het een beetje nat in de camper, laat ik het zo zeggen. Dus dat is niet iets wat je wil. Maar goed, dan weten jullie in ieder geval eventjes hoe het werkt met GoBooney en met de schade en eigen risico. Wordt allemaal gefixt. Het blijft natuurlijk wel. Kijk, het is materiaal. Gelukkig is er niemand gewond geraakt en materiaal is vervangbaar. Maar het blijft natuurlijk wel. Het is niet leuk. Het is niet fijn. Het is niet chill. Het is niet leuk als zoiets gebeurt. En het is super zuur dat je dan daarna zoveel tijd moet besteden aan het bellen en het regelen. En ja, dat is gewoon niet chill. Niemand wil dat. Nee, niemand wil dat. Dus, maar ja, het is nou eenmaal gebeurd. En ik probeer zoveel mogelijk op te lossen en te helpen waar kan. Dus laten we even gaan kijken, vragen of we nog kunnen helpen. Goed. Dus we gaan even de regen trotseren. Met de regenjas. Met de regenjas, ja, dat is wel een goeie. Hier is jouwe. Ik ben zo blij dat ik deze jas heb gekocht. Myron en ik zijn al zo enthousiast geworden over deze camperreis weer. Dat we helemaal zoiets hadden van, oh, misschien moeten we zo'n eigen camper laten bouwen, weet je wel. En dan helemaal in ons eigen stijl. En...
Helemaal een mooie setup zo. Ja, helemaal alles gewoon precies zoals ze willen. Maar ook al lijkt dit er al heel erg op hoor. Deze camper is echt wel sick. Ik ben echt super blij dat we deze camper hebben meegekregen. Dus voor GoBoonie, sorry dat er met een van de twee campers schade is gereden. Het spijt me, het was natuurlijk niet met opzet. Willen jullie een reis boeken met de camper? En heb je daarvoor een camper nodig? Ja, waar haal je de camper vandaan? Nou, dat kan dus bij GoBoonie. Dus check even het linkje in de beschrijving. En gebruik dan meteen de kortingscode Enzo voor 50 euro korting. Dus nou, laten we even naar buiten gaan. Let's go! Hè? Wat zegt u, kerstman? Hè? Hé? Zo. Hallo, hallo! Yo! Je korte broek! Always. Gast! Een korte broek, ouwe! Heerlijk. Ja, hij is even gek. Heel ongelooflijk. Oké, wat is de situatie? Kunnen we helpen? Nou, we zijn nu klaar. We hebben een zeil. Jullie hebben een zeil, ik zie het. We hebben een zeil gefixt bij Franse mensen. Bij Franse mensen een zeil gefixt. Ja, en we hebben een gaatje gemaakt hierboven aan het zeil. En dan om het zonnescherm heen gebonden. En je mocht gaatjes maken in het zeil van die Fransman? Oh, je mocht hem houden. Er zitten van die ringetjes in, van die ijzeren ringen. Oké. Okay. En hier hebben we hem ook van de band vastgemaakt. Oh ja, oh, dit ziet er wel goed uit, ook met die wind zo. We hebben geen touw meer. Ja, eigenlijk zou je een touw moeten hebben van dit ringetje naar hier, naar die drager. Ik heb toch gisteren een nieuwe waslijn gekocht? Oh ja, pak die waslijn maar. 20 meter, dat is niet te zuinig hè? Ja, dat is wel een goeie, dan pakken we even die waslijn 20 meter. En misschien, is daar boven op het dak ook nog een ring? Dat had ik net zeggen. Ja, hier is wel. Zit hier al, zeg maar aan deze kant, zit er nog een eigen ringetje. Nou, je kan hier aan, hier heb je van die... Nee, beantwoord eerst even onze vraag. Ring, maar het is de ding. Oké, je hoort hoe hard het waait, dat is echt niet normaal. Nou, dan gaat onze waslijn, schat. Ja, oei, 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 vieze handjes. Ja. Maar hebben jullie binnen iets van een emmer gezet of een bak? Ik heb het helemaal droog gemaakt. Oké. Het is gewoon letterlijk hier, van een zwembad. Dat een beetje ingedrukt is om al het water daar naartoe. Ja. Dat was gewoon een plas water om dat raam heen. Dus dat is nu gefixt. Oké, okay. Nou, sorry voor de regendruppels op jullie beeldscherm. Maar ik kan er even niks aan doen. Ik kan het niet helemaal droog houden. Maar zo, dit is wel een goede lijn, ja. Dit is gewoon 20 meter. Misschien kunnen we die ook gewoon door midden knippen. Kunnen we hem wat makkelijker gebruiken. Oké, oké. Hé, een schaar. Yes. Nice. Lekker mayo, lekker hoor. Mayo? Gast. Waarom zit de mayo op die schaar? Ze hebben alles in die bak gepleurd, maar daar zit die schaar ook in. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, dit is dus hoe het er aan de binnenkant nu uitziet. En ja, je ziet het hier ook druppen, hier zo. Dus ja, dat is natuurlijk niet nice. En het begint ook een beetje te scheuren, zoals je ziet. Kijk, hier zit een scheur. Hier zit een scheur. En hier begint een scheurtje te komen. Dus nou ja, we hebben als advies gekregen om dus ervoor te zorgen dat zo min mogelijk water naar binnen komt. Dus dat zeil gaat echt heel erg veel helpen voor minder water. Dus dat is wel nice. Ik denk dat ik hem hier nog wel genoeg heb. Dat denk ik ook wel. Ja, dat is wel genoeg, ja. We hebben alsnog wel een waslijn, maar ook al moeten we nieuwe halen, maakt niet uit. Ja, dit is wel echt chill hoor. Ik zie hier ook nog een... oog. Maar ik denk die andere kant nu het belangrijkste, want daar komt de wind op. Op de linkerkant van de bus. Ja, beter. Kijk dan. Dat hier zo'n lijn zit. Nice. Goed. Dat is de update. Check dit. Een grote drapbende. Zo. Wat Marjan en ik elke keer doen, is we stappen op het matje. En dan vegen we even een beetje. En dan doen we hier de schoenen uit. Zo. Hoppakee, en dan kunnen we gewoon met voeten kunnen we hier gewoon lopen met sokken. Maar goed, we hebben een plan. We hebben een plan. Oké, okay, lekker druppen die jas. Ja, we hebben een plan, dames en heren. Ik zal het jullie even uitleggen. We zouden eigenlijk vandaag iets super gaafs gaan doen. We zouden namelijk met een treintje helemaal de berg op gaan. Treintje! Treintje! De moeder van Mayonnaise treintje. Dus altijd als we iets van een trein zien of treintje horen, dan moeten we even een shout-out doen naar de moeder van Myron. Treintje! Net zoals hier. Reception! Heerlijk. In ieder geval, het plan is als volgt. Wij gaan nu naar de bouwmarkt en wij gaan zoeken naar een zeil. Maar dan echt een groot zeil die in één keer over de hele camper past. Want dit is mwah. We gaan ook op zoek naar tape. Maar geen goedkope tape, maar echt gewoon van die hele goede tape. Weet je wel, van die grijze. Dat echt zo...
Als je dat eraf haalt van zo'n tape roll, dat je dat hoort, dat geluid, daar zijn we naar op zoek. Dat zijn de twee dingetjes op onze to-do list voor nu. En wat de andere camper dan gaat doen, die gaan een plek zoeken waar ze droog staan. Want we hebben als tip gekregen van de camperbedrijf dat we ergens moeten staan op een droge plek met die camper. Dan alles droog maken van het dak, want je kan niet tapen als het nat is. En dan alles tapen met vuilniszakken en daar overheen dan dat zeil doen en goed vastmaken over de hele camper. Maar ik bedenk me nu trouwens wel, je kan niet dat zeil over de camper doen, want dan moet je nog met die camper van die plek naar hier. Snap je? Ja, maar ja, of we moeten het zeil op een manier plakken dat je er nog wel mee kan rijden. Ik denk dat dat heel lastig is. Nou, we moeten sowieso straks even weer met GoBoonie bellen en even overleggen wat nu precies de bedoeling is. Want als we nu 3 dagen ergens moeten blijven, dan moeten we gewoon een camping ergens zoeken waar we toch soort van onder dak kunnen staan. Dat zij wel in die camper kunnen slapen in ieder geval. Ja, want het is namelijk zo dat er zit dus een kans in. En die kans die schatten we best groot in. Dat we nu verplicht 3, maximaal 4 dagen ergens moeten blijven staan. Misschien dus op deze camping. En moeten wachten totdat er een nieuwe camping wordt gebracht. Dus dan wat er dan serieus gebeurt. Camper, sorry. Niet een nieuwe camping, dat hoeft niet. Er wordt dan een camper op een vrachtwagen geplaatst. Die vrachtwagen, de chauffeur, die rijdt naar Noorwegen, naar de plek waar we zijn. Die haalt de camper van de vrachtwagen af, zet hem neer, doet de kapotte camper, of degene die dus nu pech heeft, op de vrachtwagen, rijdt weer terug naar Nederland. Er wordt in Nederland de camper gemaakt. En dan heb je hier gewoon een nieuwe camper en kan je weer verder op reis. Dat is dus iets wat kan. En wat dus ook vaker gebeurt. Want stel voor je huurt ergens een camper en de motor ontploft of er gebeurt iets. Ja, dan is dit dus de oplossing. Maar goed, dat krijgen we straks te horen. Maar ja, voor nu moeten we dus die lekkage zien te verminderen. Dus ja, we gaan er nu vandoor. We hebben alles ontkoppeld, stroom eraf, fiets op slot, alles goed erop. Dan gaan we naar een bouwmarkt. Ik heb hem gevonden. Yes, hoeveel minuten rijden? 12 minuten rijden. 12 minuten rijden. Nou, dat valt heel erg mee. Doe ik even de verwarming aan, want het is echt koud. Moet deze uit. Oei. Gaat goed komen, mensen. We got this. Tuurlijk, is altijd een oplossing. Altijd. Hey! Hey! Hey, maatjes. Hey, wij gaan er dan nu vandoor, ja? Ja. Maar, dankjewel. Vraagje, geen probleem. Hebben jullie al ontbeten? Ja. Ja. Oh. Maar veel? Ja, gewoon broodjes. Beetje broodjes en crackertjes. Jullie hebben nog wel trek, hè? We hebben trek. Kijk. Pizza. Over van gisteren. Heel lekker. Nee, we hadden verkeerd besteld, dus het is gewoon een hele pizza. Oh. Ik had een pizza besteld met rode tomatensaus en toen kreeg ik witte saus. Oh. Dus toen zei ik, oh, I'm so sorry. Mijn favoriete saus. En toen kregen we die mee. Love, bro. Alsjeblieft, man. Hey, love. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Eet smakelijk. Thanks. Heel erg bedankt. Echt heel erg bedankt. Nou, dan gaan we naar de douche en dan gaan we dat is sprei, hè, wat hierop zit. Weet je nog het Engelse woord daarvoor? Leak. Hey! Ik onthoud dingen! Oké, tot zo! Dankjewel! Tot zo! Ja, dat was serieus gisteren het geval. Mijn pizza was verkeerd gemaakt. Dus toen zei ze, oh, geen probleem. We maken gewoon zoals jij wel had besteld. En dan krijg je deze wel mee. Dus het maakt niet uit. Dus ik kreeg mijn pizza mee in een doggy bag. Nou, dat komt nu van pas. Kunnen ze daar gebruik van maken met z'n drieën. Ja. Oké, let's go! Oh ja, navigation. Keurig. Dikke chandeer hoor. Keurig. Je ziet serieus veel chandeers hier in Noorwegen. We hebben er echt al wel meer dan 50 gespot. Misschien nog wel meer. Dat is niet normaal. Pol. Zo, camper op slot. Gaan we naar de bouwmarkt. Meen je dit serieus? Een parkeerautomaat voor de bouwmarkt hier? Je maakt een grapje zeker of niet? Timer gratis. Ik denk 2 uur gratis dan. 2 uur gratis. Ik heb er ergens op gedrukt. Ik heb geen idee. Ik kan wel kijken wat er De biljet komt. Biljetkommer. Kijk, hier 2 uur gratis, ja, tot 3:30. Oké, dan leg ik die even op de... Ja, ik ga even naar binnen, ja? Ja, is goed. Ik wou net zeggen, dit is gewoon een normale parkeerplaats. Gewoon, dat heb je in Nederland ook niet. Het zou wel heel gek zijn als je hier serieus gewoon moet betalen bij een winkel. Dat heb ik nog nooit meegemaakt namelijk. Zo, leg ik deze eventjes hier neer. Ik heb namelijk niet zoveel zin in een parkeerboete. Beam. Hoppa. Waar ik trouwens heel erg nieuwsgierig naar ben, is dat waarom hebben best wel veel auto's in Noorwegen een groen kenteken? Want ik zie dat echt vaak. Een busje naast ons heeft een groen kenteken. Deze auto heeft een groen kenteken. Waarom is dat? Ik ga dat straks even goochelen. Daar staat een auto, die heeft ook een groen kenteken. Ik ben echt benieuwd. Wow. In een bouwwinkel ruikt het altijd zo lekker. Nice, meteen vuilniszakken? Ja, met zo'n randje dat je hem zo af... Oh, dat zijn de beste, hè? Ja. Met zo'n randje die je kan strak trekken en kan je een knoopje inleggen en dan klaar. Ik vind bouwwinkels altijd leuk. Het is echt een grote bouwmarkt. Ja, dit is echt nice. Maar we moeten op zoek naar thee. Zo, holy moly, voor hoeveel mensen wil je soep maken? Non de jus. Of is het niet voor soep? Een krabbelkoker. Wat? Het is een krabbelkoker. Ik dacht dat het voor soep was. Hier doe je dus krabben in. Oké.
gek shit. Wow, wat een fan. Wow, yo. Dit ding is awesome. Kijk dan. Grill. Wat is dit? Waar moet je dit in doen? Die doe je hier ergens in of zo? Moet je die hier in doen of zo? Ik snap het niet. Maar dit ziet er wel fancy uit. Een paar stopcontacten. Hier, 2 keer USB. Vet, man. Echt gaaf. Ik hou van dit soort gadgets. Ik snap hem al. Je moet hem dus in de muur doen, zoals dit. Dus deze doe je zeg maar in de muur zo. En als je hem op die manier hebt, dan heb je gewoon allemaal stopcontacten. En dan hoef je niet zeg maar thuis stopcontacten te laten maken. Maar dan doe je gewoon eentje, doe je deze erin en dan heb je er heel veel. Oh, dat is best wel slim. Ja, dat is best wel sick. Daarom heb je dus die 3 punten hierachter. Ja. Maar het is niet iets voor in de camper dus. Nee. Maar ik vond het wel een vette gadget. Dit kan serieus een goede oplossing zijn hoor. Snelbinders. Kijk, een blauwe, rode. Waarvoor? Ja, dit is €3,50. Ja, waarvoor? Om dat zelf vast te trekken. Oh. Ja. Ja, ik denk, hoe wil je dat zeil anders vastmaken? Tape. Nee, je gekkie. Je gaat toch dat hele zeil niet vastmaken met tape? Dat was wat de camper het bedrijf tegen ons zei. Dat we moesten knippen, dat zeil knippen op de grootte van het dak. En dat helemaal vast moesten zetten. Ja, dat is wel waar. Je hebt wel gelijk. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, reception! We kunnen wel die snelwinners meenemen, want jouw vishengel doen we nu elke keer tussen de fiets. En dan kan je wel... Ja, dus ik neem eentje mee. Wow, check dit. Is dat een zeil? Maar kijk wat ik heb gevonden. Een wheel brush. De Turtle Wax Microfiber. Dit is wel sick hoor. Dit kan je zo vet hard schrobben tussen je wiel. En dan is je wiel... Ja, niet dat de camperwielen hoeven te blinken. Maar goed, ik neem dan 1 zo'n ding mee, ja. Die rode vind ik leuk. Dit vind ik een mooie snelbinder. €3,50. Die nemen we mee. Zo, je hebt hier wel echt hele... Oh, handschoenen. Hey, getallen. Zullen we een getal op de camper plakken? Ja, dit is gewoon serieus zo'n plakstrip. Maar het is niet onze camper. We huren hem. Dus dat gaan we maar niet doen. Maar het is wel vet dit. Oh yo, check dit. Dit zijn latexvrije handschoentjes. Ideaal voor mensen met latexallergieën. Ja, die heb je inderdaad. Oh, dat is wel nice. Allemaal vette handschoenen hier. Maar ja, hebben we helemaal niet nodig. Kijk, superveel touwtjes. Wow, kijk dit dan. Heel veel touw. Oké, allemaal sloten. Dit is 3 bij 5 meter. 3 bij 5 meter. De camper is 6 meter lang. Dus als we hem over het heen. Maar hij hoeft niet over het heen. Nee, ja, we moeten dus een stuk knippen inderdaad en tapen. Dan is deze prima, 3 bij 5. Ja. Kijk hoe zo'n dik zeil dit is. Hier zullen... komt geen water doorheen hoor. Hier. Zullen we dan als Nadinerij deze op de camper plakken? Dan moeten ze zo'n hesje aan. Misschien kunnen we ook een extra spiegel plakken. Ja, dat is lullig. Nee, maar ik heb wel een idee wat we nog wel hier kunnen kopen: extra haakjes waar we onze handdoeken en zo kunnen ophangen. Ja, klopt. Dat is wel een goeie. Dat hebben ze sowieso wel hier. Ja, dat denk ik ook wel. Maar deze meenemen. Sterk, press, wat staat er? Ja, daar staat ook gewoon sterk op. Ja, kijk, hier zit iemand zijn motor of grasmaaier eronder en hier hout. Dus als het hout droog kan houden, dan... Ja, dan moet het wel waterdicht zijn. Oké, wat hebben we hier nog allemaal meer voor autogadgets? Schatje? Ja? Wil je eens komen? Nee, wil jij eens komen? Kijk eens wat ik heb. Hé, daar ben jij. Kijk, is dit niet super handig? Even doekjes. Ja, alleen moet je die wel eerst wassen nog. Dat is wel goed. Microfiber doekjes. €1,10. Nice, hè? En hier heb je snel. En we moeten ook ontvetter meenemen, want dat tape plakt het beste als we de oppervlakte even helemaal vetvrij maken. Nou, dan kan ik je adviseren om dit mee te nemen. Kijk, dit is de insect remover. Nee? Nee? Oké, okay, helaas. Hier, diesel injector cleaner. Wat de heck is dit hier, nou weer? WD-40 is overal goed voor. Ja, WD-40 is altijd goed. Speciaal prijs. Hier, speciaal pris. Hoe schrijven ze dat? Hè? Mooi is dat. Nee, ik denk niet dat het hier staat. Nee, denk ik ook niet. Hé, hey, is dit niet handig? Kijk dan. Wow, prof torkepeper. Torkepeper. Hey, check dit. Kijk hoe fijn dit is. Serieus? Ja, neem maar mee. Om dingen schoon te maken. Kom, doe de bottle flip. Afvetting staat hier. Dat afvetting? Is, dat, ja, maar het staat nergens in Engels. Maar er staat wel afvetting. Dat nee, er staat afvetting. Afvetting. Afvetting staat er. Maar dat is toch wel... Oké, okay, we doen even de bottle flip. 1, 2. Ah, oh, meteen. Het is ongelooflijk. Legend. Dubbele bottle flip. Kom dat zien.
dat was wel goed. Oh. Myron! Hou eens vol! Hey, schreeuw eens niet zo door die winkel. Myron, serieus, kom eens even. Nee. Ik zweer het je, dit is handig. Oh my god, ik kom nu toch zoiets vets tegen, mensen? Ik kom echt iets heel erg vets tegen. Kijk dit dan. Ja, dit waren trouwens de universele wipes. Dus dat leek me echt ideaal. Maar goed, dat wil Myron niet. Maar check dit. Hoe leuk is dit? Allemaal vlaggen. Kijk, 4-5 meter lang. Dit is gewoon een Noorse vlag. Geniaal, toch? Dat vind ik wel leuk. Schat, kom eens. Nee, kom eens even serieus. Ik heb meer. We moeten tape zoeken en we moeten terug, want we hebben nog een planning. Ja, kijk deze. Mooie vlag. Ik zag het net al, ja. Gaaf, leuk. Hè? Ja, heel leuk. Zullen we iets meenemen of niet, zo'n vlag? Nee, waarvoor? Hier, een wimpel. Ja, ze hebben net verkeerd geschreven. Een wimpel. We moeten op zoek naar tape. Zo! Holy moly! Ik ga pickaxen. Diamond ore. Minecraft. Holy shit. Kijk dit ding. Wat een unit. Gruwelijk. Diamond ore. Ah, huh? Oh, shit. Ik kan niet verder. Er ligt dirt. Ik pak even mijn shovel. Goeie schep dit. Hoppa, doe ik toch nog iets goed. Kijk, hier gaat Myron heel blij mee zijn. Ze wilde extra hangers. Kijk dit. Ik heb hangers gevonden. Dit zijn van die plakken. Ah, hier gaat ze heel blij mee zijn. Myron, check wat ik heb gevonden. Kaboom! Wow. Ja, die van mij zijn beter. Die zijn mooier wel. Ja, en die zijn zelfklevend. Stond er ook op. Toppie. Misschien nog eentje. Nog één? Ja, dan kunnen we 4 dingen ophangen. Je hebt goede tape gevonden? Oh, hier is ook eentje trouwens. Zijn die ook zelfklevend? Oh, power strips. Max 2 kilo. Waarom kan deze dan? Ik denk, doen we die voor jou. Ja, dan doen we deze ook wel. Kijk welke soort tape ik heb gepakt. Gorilla tape. Wow, dat vind ik echt nice. Voor de toughest jobs on earth. Maar ik heb er 2 en ik heb die vertaling opgezocht. En het is voor elke weersomstandigheden geschikt. Die tape? Ja. Oké. Okay. Dus die gebruiken we. En we hebben zeil en we hebben handdoeken. We hebben die zelfspanner. We hebben dit. Oké. Okay. Dan zijn we klaar. Alleen deze nog een keer halen en dan zijn we klaar. Ja, nou ik weet precies waar die ligt. Dus dat komt goed. Wat zei je, schat? Wat zei je? Doe me misschien toch maar die schade. Ja, dat dacht ik al, hè? Dat zei ik ook al. Oei, oei, oei. Ik wist het ook gewoon. Ik zeg dan heel enthousiast, oh, kijk dan, scharen. Ja, die hebben we al. En nu zegt ze, ja, misschien toch die scharen. Toch wel handig voor dat zeilknippen. Kijk, neem de scharen mee. Kijk, zijn ook 2 grote en 1 kleine. Dat is echt handig, hoor. Weet je welk nummer ik de hele tijd in mijn hoofd heb? I love you, baby. Ja, die dus. Oh, daar staat mij. Kan jij hem afmaken? I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. Ja, kan je hem nog verder of niet? Ga je een yoghurtje halen bij de bouwmarkt? Nou, dan ben je helemaal de weg kwijt, hoor. Zo. Een yoghurtje bij de bouwmarkt. Hij is al aan het scannen. Oh, hij is al aan het scannen. Oh. Ik heb hier nog toiletrol. Hoppa. En zo zei hij, ga je een yoghurtje halen bij de bouwmarkt? Nou, kijk, hij wil zelf ook een yoghurtje. En een snicker. Zie je net te lullen? Die man die denkt tegen wie praat zij. Hij ziet die camera niet. Hij kijkt me aan. Yes, van Netherlands. Zij is echt fake. Oké, thank you. Bye bye. Oké, love you. Neem jij die nog mee? Oh, mijn rol. Ja, tuurlijk. Ja, ik was even uit mijn rol, maar... Zo fijn. Hij keek achterom. Hij keek echt van... Maar ik heb mijn praatje even. Oh, het regent. Oh nee, kapigon. Doe je kapigon op. Jij ook, hè? Zie je hoe dat eruit ziet? Het ziet eruit alsof ze cement van de bouwmarkt hebben gebruikt om dat te maken. Kijk dan. Oké, maar hieronder zit een lepeltje. Kijk. Dat is wel heel leuk. Hier. Zo heb je een vet groot hoofd. Oeh, dankjewel. Maar ik denk dat het echt heel lekker is, hè? Je moet nooit iets judgen van de buitenkant. Never judge something by its book cover, toch? Never judge a book by its cover. Ja, dat ja. Wow, dit ziet er echt smerig uit inderdaad. Maar er zit volgens mij zo'n havermout of zo in. Lekker. Is het lekker? Granen. Granen. Niet lekker? Zo lekker uit. Dit moet je er een beetje doorheen doen, denk ik. Ja, dat deed ik al. Ik deed dit en dan een hapje. Maar volgens mij is het wel heel gezond. Ik kan het lekker, hoor. Schatje, je kan niet zeggen dat je het echt lekker vindt. Het smaakt naar havermout. Ik vind het niet lekker. Het heeft niet een hele zoete smaak, omdat er waarschijnlijk niet heel veel suiker bij zit. Daarom zit die jordbeer erbij. Ik heb ook een snicker gekocht. Weet je er doorheen? Het
heeft gewoon niet echt smaak. Nee, wel de Jord weer. Ja. Zo goed dat dat erbij zit. Ik ben meest blij met mijn rol. Niet naar mijn kontje kijken. Niet doen. Ik moest even de telefoon van de geheime plek halen. I love you baby and it is quite alright. I love you baby. Dat is het volgens mij. En dan verder. Hoe heet dat nummer? I love you baby? Quite alright. Quite alright? Nee. Oké, nou ja, het is copyright, ik kan niet helemaal laten horen, maar ik ga hem even afspelen. Superleuk. Oké, we zijn klaar. We gaan toetje opeten en dan gaan we weer terug. Want we hebben besloten om toch maar eerst terug te gaan. En waarom eigenlijk ook weer? Dan zijn die kunnen rijden met die camper zo. Met dat zeil. Maar kunnen ze dat zeil niet eraf rijden en dan snel rijden? Ja. Want wat gaan we nu doen als we terug gaan dan daarheen? We gaan daar... Oh ja, ik dacht dat ze daar gingen tapen, maar dat heeft ook geen idee. Dan moeten ze daar nou ook weer gaan rijden. Ja, en het regent. Ja. Dus ze kunnen beter het zeil eraf halen en niet heen komen. Nou, dan gaat het echt met bakken naar binnen, denk ik hoor. Oké, nou dan rijden we daar wel heen en dan beoordelen we de situatie. Ik praat wel even Nors. Dan beoordelen we de situatie wel even op de locatie. We gaan wel weer terugrijden. Oké. Ben je er klaar voor? Wij gaan eventjes hetzelfde doen als de rest, maar wel even op een slimme manier, denk ik. 2,75 meter. Dit is de hoogte hier, wat je erin mag. Even kijken, ik ga nu daarheen. Kijk, 2,75. Ja, toch waar? Easy! Easy! Hij is echt 2,45, 2,50 zeg maar. Ja, het is echt nog wel zo'n stuk hoger. Ah, beter. Ik maak even een foto van wat daarvoor staat. En weten hoe lang we hier mogen parkeren. Ja, ik zei tegen Marjan, ik denk dat we hier wel onderdoor kunnen. Maar ik wil het echt voor 100.000% zeker weten. Want als wij nu dezelfde fout maken als die anderen, dan zijn we erg ver van huis. Ja, we zijn sowieso al ver van huis. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Ik ga de camper hier even... Oh, ik schrik me dood, man! Oh, jeetje! Ik schrik me dood! Wat doe jij? Ik rende mee. Je rende mee met de camper. Ik schrik me dood. Ik denk, wie loopt daar? Oh, mooi. Zo fijn. Even kijken. Oeh, voor reizigers met een abonnement en parkeervergunning. Oh. Goed. Dus we mogen helemaal niet parkeren? Maximaal 20 uur. Maar misschien kun je die parkeervergunning ergens kopen. Nou, dit is wel een ideale plek om even met de camper te knutselen. Ja, klopt. Want deze heeft echt een hoog plafond inderdaad. En we staan droog, dus... Gooi die wagen maar dicht! Bam! Op slot met die camper. Hoppakee. Nou, ik heb mijn laptop weer mee, zodat ik weer lekker kan uploaden. En check deze dikke wagen even, jongen. Boah! Dikke G-Wagon. Helemaal mat zwart. Boy, yo! Nice car! I love it! Beautiful! Very good! I love it! Nice color! Woo! Ooh, carbon! Ooh, carbon fiber! I love it! Nice lightning! Wonderful! Ooh, it smells new! Smells good! Ooh, smells good! Smells new, yeah! Oh! Heel erg nice! Boy, yo! Ja, ik vind dit wel echt een van de dikste die ik heb gezien. Ja, ook omdat hij helemaal zwart. Ja. Bye. Zo fijn. Ik heb die auto een kusje gegeven. Oké, we nemen een beetje een risico hier, want we mogen hier eigenlijk niet parkeren. De boete is 66 euro en dat weten we omdat deze Mercedes, de G-Wagon, dat zojuist heeft gehad. Dus ja. Heel nice. Ze waren hele aardige mensen, aardige Duitsers. Goed, zij zijn 2,5 uur weggebleven en ze hebben dus een boete gehad. Maar we weten gewoon geen plek waar we anders kunnen parkeren. En je hebt wel een paar tankstations die we hebben gezien, maar die zijn allemaal niet overdekt. En deze hele grote parkeerplaats, ja, is wel overdekt, maar daar kunnen wij de auto niet neerzetten, want die camper is te hoog. Dus ik snap niet waarom zij de G-Wagon niet daar hebben neergezet, want daar kan je gewoon prima parkeren met die auto. Maar goed, die auto was gloednieuw, knijtersdik. Hij deed meteen de deur open en zei, kijk binnen. Ja, was mooi. Leuk, echt leuk. Heb je wat ontdekt? Want misschien kunnen we dan toch even een ticket halen. Want het liefst betaal ik natuurlijk gewoon voor parkeren. Want als we dan straks een boete hebben voor 66 euro, is wel zonde als het niet had gehoeven natuurlijk. Als je in bezit bent van een 7, 30 of 180 dagen kaart, kun je gratis parkeren op een OV-parkeerplaats. Het is voor mensen die met de bus reizen. Het enige wat je hoeft te doen is na aankoop van een abonnement
je kenteken in de Skies biljet app te registreren. Oké. Okay. Dus ik denk dat ik even op die website ga kijken dan. Ja, doe maar. Maar we gaan toch alleen even een koffie halen en dan weer terug. Ja, en daarna blijven we bij de camper, want dan gaan we die vloer plakken. Ja, dus... Ja, we gaan een koffie halen en gaan meteen weer terug. Dus we gaan ook helemaal niet parkeren. Dus we moeten gewoon serieus hopen dat in die 5 minuten of 10 minuten dat we weg zijn, dat er niemand controleert. Want daarna zijn we toch de hele tijd bij de camper. En dan tegen die tijd zijn Finn, Nadine en Noël er misschien ook al. En dan kunnen we even de camper fixen, even plakken. Nou, dan loopt de dag wel heel anders dan gepland. Maar ja, ik heb het wel naar mijn zin. Ik vermaak me wel. I love you, baby. And it is quite alright. I need you in my life. I need you. Nee, I need you in my life, baby. Baby! Weet je hoe Ronaldo zijn vriendin noemt? Baby! Nou, dat was helemaal niet leuk. Dat was gewoon niet leuk. Daar zijn ze! Hallo! Wij staan daarachter! Oké, op dit moment zijn de boys bezig om het hele dak droog te maken. En zijn ze die ontvetspray aan het gebruiken, zodat alles goed blijft plakken. Dus dat is wat je nu hoort op het dak. En dit is echt de perfecte parkeergarage, omdat zelfs nog ruimte boven zit. Dus dit is echt nice. Hey, die fiberdoekjes was ook nice, hè? Ja. Die fiberdoekjes die worden nu gebruikt om te drogen ook. Plus nog een handdoek. Dit is wat perfect voor de overheid. Nou, we moeten gaan tapen. Is dit niet te breed? Ja, ik denk best wel iets breder. Ja, wat ook daar kan. Als we willen verschuiven. Ja, als het gaat altijd. Maar ja, je hebt wel van die lijnen daar. Dat is wel vervelend op het dak. Van die lijnen. Ik denk dat we het best zo. Dan ga je het pas steeds een stukje hier tapen. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, het is alsnog een tijdelijke oplossing, dus ja. Plantencampagne. Wat is jouw idee? Ze bedenken of we gaan eerst een lijn zo maken. Aha. Daarna zo. Ja, de onderstrand. Ja, gewoon dat je eerst een lijn ze maar zo overal hebt. Ja, goeie. Maar dat moet wel strak gedaan worden. We hebben hele sterke tape gekregen natuurlijk van Gorilla tape. Gorilla tape. Dus gaan we nu een heel vierkantje eromheen. Dus dat er geen regen meer bij dat randje kan komen, dat het kan gaan lekken. En dan gaan we alles afplakken. Ik denk dat we misschien eerst. En dan denk ik dat het goed genoeg is. Ga je helpen en zo? Wow, we hebben gewoon twee rollen, kijk. Als jij misschien voor wil beginnen. Ja, en dat moet het allerstrakst natuurlijk, omdat daar wind komt. Nu kan je ook. Nice. Lekker. Als ik denk als we eerst die kan doen, dan kunnen we daarna deze knippen om hem op deze rand te doen. Ja, dat is ook. Wow, dat is nog beter, ja. Zullen we dat doen? Dan ja. Moet ik hem even vast. Dat is het beste. Ja, we kunnen ook hier eerst deze doen, maar dan moeten we daar heel moeilijk knippen. Ja, nee, meer gelijk hebben inderdaad. Ja, als ik deze. Dan komt zo. Ja, ik kan die rol wel vasthouden. En dan kan je daar beginnen met plakken. Ja. Klein beetje ruimte, ja zo. Perfect. Plak jij maar nou ook, dat is wel goed. Ik voel me echt strak. Ja, dat is heel scheef. Shit. Ja, daartussen zo denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Toch of niet? Ja, ja. Gewoon zo min mogelijk water of lucht moeten bijkomen. Ja, zo ja. Perfect. Nice. Goed eroverheen. Lukt het? Of was het daar nat? Ja, dus dit moeten we even schoonmaken. We moeten daar droog maken. Even de ontvetter weer pakken. Is het wel een goede tape? Ja, dat is een hele goede. Als het droog is, is het goede tape. Ik denk wel een beetje. Nog een keer. Hoppa. Zo, dat stinkt echt heel veel. Monsieur. Zo, besef hoe lang we bezig zijn met dit stukje. Ja. Dat staat in de hele cel. Dat staat hoe lang ik bezig ben, ik weet niet heel. Ja. We waren er echt de hele dag. Letterlijk 2 uur mee bezig. Ja. Ja, met die vorige oplossing. Ja. Kan je deze knippen? Ja. Hé, hey, jongens. Hey, lachen. Het is serieus tijd voor een Polaroid. Ja. Komt-ie. Wow. Mooi, Enzo. Nu plakt hij wel, hè? Ja. Nice. Oh, ik denk dat dit een hele goede is. Ja. Nou, uiteindelijk ben ik wel van mening dat als water ergens in wil komen, komt het erin. Maar nu hebben we het wel echt goed gedroogd, hoor. Of jij. En ontvet. Ja, ik denk hier ja, een stukje extra. Precies. Laatste stukje voor deze rand. Zo. Hoppakee. Zo. Nou, hebben we 1 rand af, jongens. Ja. We zijn klaar. We hebben het allemaal afgetaped. We zijn er echt lang mee bezig geweest. Maar je kan ook wel zien dat we ontzettend veel hebben getaped. Het groene zeil dus op maat geknipt van precies de lekkage van het dakraam. Dus en toen hebben we allemaal stroken gemaakt. Kijk, want er zitten hier namelijk van die gleuven, van die lijnen. En
En we zijn bang dat als het gaat regenen dat het dan daaronder gaat. Dus we hebben extra lagen getaped overal. We hebben een lange strook gedaan, maar we hebben ook allemaal van die soort van hechtingen gemaakt. Nou, op de zijkant hebben we één lange strook gemaakt hier helemaal langs, naar voren. En zoals je kan zien op de voorkant hebben we ook van die hechtingen gemaakt daar. Allemaal van die lijnen. En we hebben hier op het midden hebben we even een strook gemaakt, zodat dit niet te veel gaat wapperen. Ja, en dat is hoe we het nu hebben gedaan. Overal, hier ook aan de zijkant, extra tape. Hier ook weer allemaal van die hechtingen. En hier aan de zijkant ook gewoon netjes. Ja, dat is nu de situatie. En dit was ook afgebroken. Dus hier heb ik ook even een tapeje gedaan. Dit is de luchtfilter. Maar als hier water naar beneden komt, dan is dat ook niet handig. Dus dit ook even een stukje afgetaped. Ja, en hier zie je het zonnescherm. Wat zwaar is toegetakeld, zoals je kan zien. Dat zonnescherm heeft gewoon een flinke klap gekregen. En dit is helemaal gaan schuren. Helemaal gaan afbreken. Ja, dus dat zonnescherm is kapot. Ja, dat is hoe het nu ervoor staat. Zo. Dat is het. Oké, dan ga ik maar eens eventjes van de camper af. En we moeten serieus wachten op een telefoontje. Kijk, het is op dit moment hoogseizoen. En hoogseizoen betekent heel erg veel drukte. En dat betekent dat we niet meteen weten hoe en wat. Maar dat we heel eventjes geduld moeten hebben. Dus we gaan eventjes afwachten totdat we een telefoontje krijgen. En dan krijgen we te horen, rij maar door hoe het er nu uitziet. Of wacht op de plek waar jullie nu zijn voor een vervangende camper. Dus dat wordt nog eventjes vervolgd. A few moments later. Oké, dames en heren. Ik heb zojuist een telefoontje gehad van het camperbedrijf en die heeft mij gezegd dat het wel een hele lastige situatie is, maar ze geven wel het advies om gewoon door te rijden. Hoe we het nu hebben afgeplakt, dat is wel echt netjes gedaan en zo goed mogelijk, daar hebben we ons best voor gedaan. Dus ze zeggen rijd maar door met hoe de camper er nu uitziet en dan als er echt wat ergs nog gebeurt of echt het gaat weer heel erg lekker of wat dan ook, dan laat het vooral weten, hou ons op de hoogte. Maar voor nu zou ik zeggen vervolg je reis en doe je ding. De enige tip die ik nog kreeg is dat ik eventjes op de camper van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, niet van links naar rechts, maar van voor naar achter, nog even een streep trek. Dat het doek, het zeil, zeg maar, niet te veel gaat wapperen. Dat is het enige wat ik als tip nog even meegaf. Dus dat ga ik nog eventjes doen op het dak. Ja, verder is dat het. Het is nu 4:00 in de middag. En de planning voor vandaag met het treintje omhoog kan sowieso niet meer doorgaan. Maar dat verschuiven we een dag, hopelijk, als dat kan. Dus ik ga nu eventjes wat mensen contacten en vragen of we het kunnen verplaatsen. En dan hopelijk kan dat. En dan komt het allemaal wel weer goed. Heb jij er nog iets aan toe te voegen of is dat het wel een beetje? Ik ben trots op ons. Ja, ik denk dat dat het is, hè? Ja, we hebben het goed opgelost, denk ik, op deze manier. Dat denk ik ook. Dus houden we het daarbij. Ja, lekker geplakt. Ja, toch? En wij hebben goed materiaal gekocht, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En het enige is afwachten of het nu waterdicht genoeg is. Maar dat kunnen we alleen maar zien door nu lekker door de regen te gaan rijden. Ja. En een voordeel is, vandaag is de laatste dag dat het regent, zegt het weer. Morgen, overmorgen en die dag erna zou het droog blijven met een zonnetje. Ja. Nou, dan is er niks aan de hand. Dan maakt het niet uit. Klopt. Ja, dus wat er na die 3 dagen gebeurt qua weer, dat kunnen we nog niet helemaal weten. Ik weet niet hoe vertrouwelijk dat is na 3 dagen, maar dat zien we dan wel. De laatste update van de camper is deze foto die ik zojuist heb gemaakt op het dak toen ik de laatste stroken tape nog eventjes had geplakt van voor naar achter. We gaan nu naar de parkeerplaats waar we gisteren ook waren in Bergen en dan gaan we even de stad in van Bergen. Deze muur ziet er wel sick uit hoor. Het is wel echt knap als je dat kan, dat graffiti. Kijk dan, echt geniaal. Mooi gemaakt. Dit is wel echt een mooi plaatje hoor, dames en heren. Kijk al die huisjes daar op de berg. Ziet er super mooi uit. Ja goed, we lopen nu eventjes naar een winkel waar we wat speciale spullen kunnen halen. Voor een trip die we gaan maken, hopelijk. Zit je goed? Ritje dicht. Ja, dit is namelijk een broek. Oh, die ziet er ook gewoon echt nice uit. Dit is een emmertje, maar dat zit wel prima. Ja, we zijn dus op zoek naar een broek voor Myron en een broek voor mij. Ik heb al een nieuw jasje gekocht, deze. Die winddicht is en regen spatproof, of waterproof, hoe noem je dat? Waterproof, geloof ik. Dus deze jas is sowieso al goedgekeurd en nice. Alleen het enige wat we nog moesten kopen is een broek. Een goede broek. Dus die gaan we nu even passen. Kijk, Finn heeft hem ook aan. Ja, nice man. Ja, gewoon een goede broek. Perfect, heb jij hem ook aan? Ja, ook prima. Goed? Ja, we krijgen als het goed is een jas ook, dus dat scheelt. Dus we hoeven eigenlijk alleen een broek te halen. Ja, doe ik alleen nu nog even deze broek aan. En dan zijn we klaar voor de trip, als het doorgaat. Want we zouden die trip dus eigenlijk morgen doen, maar
we redden het niet voor morgen. Dus misschien de dag daarna. Maar ja, dat komt dus door die camper complicaties met het tapen en alles, dat we het niet redden morgen. Maar hopelijk overmorgen, dus dat laat ik jullie nog weten. Maar we kopen alvast de broek. We hebben super lekker avondeten, dames en heren. We zitten weer bij Peppes. Hoe heet het ook? Kanker. Peppes Pizza, juist. Maar we hebben deze keer geen pizza. Ik heb een dikke, vette, crispy chicken burger. Mayon heeft een lasagne. Daar ook een burger, daar ook een burger. En hier lekkere taco's. Zoiets toch? Ja, met smaak. Ja, ziet er goed uit. Eet smakelijk allemaal. Heerlijk. Even lekker avondeten. En in de tussentijd natuurlijk even weer uploaden op de laptop. Toppie. Dit is wel erg mooi om te zien. Toen we hier aankwamen stond alles vol. Nu is alles leeg. En we hebben gewoon een sandwich gemaakt van deze guy. We hebben echt serieus een sandwich gemaakt. Kijk hoe dicht we op hem staan. Gewoon Finn heeft daar geparkeerd. En ik heb daar geparkeerd. Is hij later dan ons? Ja. Dat maakt het niet uit. Maar dit is dus hoe je iemand gewoon een Mac sandwich geeft, of niet? Bam. We hebben echt een Mac sandwich gegeven. Ik moet pipi maggen. Ja, pipi maggen. Ga maar lekker plassen in de camper. Hé? Hé? Lekker plassen, hè? Ja. Lekker gegeten, schatje. Ja, ik heb wel lekker gegeten. Lekker nice. Lasagne. Lasagne. En het gaat door, hè, de trip van morgen. Ja. Fijn, hè? Nice. Ik ben blij mee. Oeh, ik moet eerst plassen. Ik al een beetje zo. Ja, dat zag ik alweer. Oké, wat ik zojuist al zei. Het gaat door morgen, dames en heren. Zo ontzettend blij mee. We hebben een campingplaats gevonden. Een uur en 20 minuten rijden vanaf hier. Dus dat betekent dat we niet meer naar die shitty campingplaats hoeven te gaan waar we net waren. Want die beviel ons gewoon echt niet. Dus gaan we door naar de volgende. En dat is super relaxed. Omdat eigenlijk hadden we 2 uur en 30 minuten moeten rijden naar de locatie waar we morgen dus moeten zijn. Maar omdat we allemaal zoiets hadden van ja, we hebben niet zoveel zin om zo lang te rijden, laten we gewoon een campingplaats zoeken. En dat is dus gelukt. Dus we moeten nu 1,5 uur rijden ongeveer. En dan zijn we op de nieuwe campingplaats. En daar konden we wederom niet reserveren. Maar ze hebben wel gezegd, er zijn echt nog genoeg plekken. Dus kom gewoon langs en dan kan je dan je camper parkeren. Nou, laten we hopen dat dat ook zo is. Dus dat gaan we nu doen. Een uur en 20, 30 minuten ongeveer rijden. En dan zijn we daar bij de nieuwe campingplaats. En dan gaan we dus morgen echt iets tofs doen. Dat laten we jullie dan nog wel weten. En dat heeft alles te maken met een hele gave hike en een kajaktocht en zo. Dat wordt echt super vet. Dus daar zijn allemaal voorbereidingen voor gedaan. Het enige wat wij dus nog moesten fixen was dus een goede broek. Nou, die hebben we allemaal gekocht. Dus helemaal top. Nou, gaan we de camper even helemaal klaarmaken. Dat houdt in dit soort dingetjes. De voorkant natuurlijk, anders kunnen we niet rijden. De zijkant, dit moet ook wettelijk gezien allemaal open zijn. Ik zal deze even dicht doen, want dan kunnen we ook deze weer naar beneden doen. Zal ik rijden? Ja, als je wil. Zo. Oh, dit is dus de eerste keer dat dit fout gaat, weet je dat? Dit is altijd goed gegaan behalve nu. Dat is wel typisch, hè? Dat komt gewoon omdat ik het met 1 hand probeer te doen, denk ik. Ja. Sorry. Kijk, niks aan de hand. Het is gewoon gefixt. Mooi knolpower, schermpje ervoor. Hoppakee. En aan de achterkant nog. Kun jij dat doen? Niet dat je een achteruitkijkspiegel hebt, maar volgens mij moet dat ook daar zo gefixt worden achterin. Het is ook wel lekker qua licht. Ja, toch? Ja. Ja, toch? Ja, toch. Hey. Hey, weer even rijden, hè, de dikke bus. Super rap. Zitten we weer. Laptop weer aan het uploaden. Super chill dat ik die de hele tijd aan de lader heb gehad. Totdat we dus weggingen. Dus hij is nu weer 80%. Dus ik kan lekker veel uploaden. Ondertussen, waar is de andere bus? Even kijken of ze gaan toeteren. Ja, lekker hoor. Top, zijn er klaar voor. Navigatie erbij. Hoeveel geeft hij precies aan? Even kijken. Start een uur en 20 minuten. Nou, toppie. 88 kilometer. Let's go. Gaan we die banaan. En in totaal was het morgen 164. Dus we zitten echt wel goed op de helft. Nou, dat is mooi. Check dit! Wow! Dit stroomt als een malle. Wow! En dan hebben we van die mooie rode huisjes erbij. Ja, wil je dat misschien eens opzoeken? Ik ben heel erg benieuwd waarom dat is. Waarom in bijna heel Noorwegen die rode huisjes hebben. Ik denk echt dat het met
met vroeger te maken heeft en met de kleur die de grond had of zo. Ja, weet je waar ik heel nieuwsgierig naar ben? Misschien weet jij het antwoord zonder op te zoeken. Maar waarom zijn best wel wat kentekens in Noorwegen groen? Oh, dat weet ik niet. Dat zou misschien wel... In Nederland heb je toch ook taxis of zo die een andere kleur hebben? Ja, je hebt bijvoorbeeld in Nederland ooit iets van een, ook wel iets van een groen kenteken als je je aan testrit doet, geloof ik. Ja, klopt. Maar ja, ik zou verder niet weten. Zo, maar dit is wel een zieke visplek ook, hè? Zo, die hele stroming en dan hier valt het zo een beetje dood en dan hier zo werpen. Oh. Nee, dat kan niet, hè. Nee. Ook geen uitzonderingen. Nee, dat snap ik. Nee, ik kom net... Ja, ook rood. Ja. Waarom zijn ze altijd rood, hè? Oh, schat, heb ik nu gemist! Ja, door dat rode busje. Je hebt hem wel met je ogen gezien, maar niet met de camera, hè? Nee, dat klopt. Ik heb hem wel gezien, ja. Ja. Dus volgende keer sneller die camera bewegen. Kijk hoe schattig dit er sowieso weer uitziet. Echt, echt mooi. Ik ben verkeerd gereden. Je bent verkeerd gereden, hè? Oh nee. Nee, toch hij niet. Hij dacht dat ik het verkeerd reed. Hij dacht dat ik daar boven reed, maar dat was niet. Hij doet echt raar. Hij denkt echt dat ik op de verkeerde weg zit. We hebben een slecht bereik hier. Hier is het gewoon goed. 6 minuutjes, 4 kilometer. Zo, maar dan zitten we in een omgeving hier, hé. Ja. Oh, dat is niet normaal. Wat een weg ook hier weer. Prachtig. Prachtig! En nu hopen dat ze echt een plekje vrij hebben. Zo, inderdaad, ja. Laten we hopen dat ze meteen ook mooie plekjes hebben. Ja. Ik ben benieuwd. Kijk, daar is weer zo'n rood huis. Hier ook. Heel vaak, die rode kleur. Ik vind dat wel mooi, hè. Hier zijn ze bomen aan het kappen, joh. Wat is deze man aan het doen dan? Gras aan het maaien, heeft een blazer. Oh, alles wat op de weg lag. Ah, ze zijn hier boven aan het kappen geweest en alles wat er naar beneden valt, dat blaast hij nu weg. Ruikt lekker. Zo, ja, kijk dan. Het ruikt naar kerst. Ja, het ruikt hier inderdaad naar kerst. Het ruikt hier naar Noël. Kijk, weer rode huisjes. Ja. Zo, maar we gaan wel echt naar een hele mooie locatie, hè? Niet normaal. Ja. Dit is toch niet normaal. Wow. Dit is mooi zeg. Kanonnen zeg. Oh. Wat is dit goed. Maar je kan zo even op de fiets heen, hè. Wat is dit goed. Zo. Niet normaal. Oh, ik hou echt van dit soort riviertjes. Beekjes, hoe noem je het? Ja, dit stroomt wel echt als een malle mee, jongen. Dat komt omdat het geregend heeft. Oh, wat mooi. Zo. Het is wel lekker krap allemaal hoor. Wow, wat is dit voor schroothoop? Kijk dan. In één keer in the middle of nowhere. Is het hier? Oh, wat een hemel. Oh, we komen aan op de hemel. Mijn stad. De camping heet mijn stad. Dit is jouw stad. Dit is mijn stad. Oh mijn god. Fantastisch. Ik kan wel huilen van geluk. En er is hier bijna geen drol. Ja, nu, maar waar kunnen we mogen dan neerzetten? Er is hier bijna geen drol. Oh, dit is fantastisch. Oh, wat goed. Waar stroom? Kijk dan, hier zit een lekker tentje op te zetten. Kijk dan. Mag je nou op het gras zetten? Want daar zie ik stroom. Maar is dat ook een stroompaal? Ik kan wel even voor je navragen als er iemand is. Volgens mij is dat iemand van de receptie, want die heeft een heuptas. Oh, kijk, een hond. Oh, maar hij is... Oh, kijk dan. Ja, wil je daarheen lopen vragen? Ja. Of hij komt hierheen. Ik denk dat hij hierheen komt. Anders dan roep hem. Hey. Hallo. Yo, dit is sick. Oh nee, hij was een filmpje aan het maken. Baby, ja, doe maar even. Ik wil graag parkeren. Schatje, geef eens een kusje. Doe eens even rustig. Jij kan geen spugen. Zo langzaam doen. Langzaam? Ik wil gewoon, nee, laat me zitten. Oké, ik zet hem daar neer. Schatje, laat me nou uitstappen. Zo kan ik niet uitstappen. Kijk, die hond. Pas op voor die hond, hè. Ja, kunnen we hier? Die hond. Ik denk dat hij gewoon hier kan. Die hond blijft gewoon liggen. Nee, die hond gaat er vandoor. Ja, zet hem hier neer. Oh, mooie plek. Oh, daar is een stroompaal. Ja, maar daar zit al wat in. Huh, hier zitten campers. Kan dat er nog bij? Of campers, caravans. Wil je kijken of daar nog wat bij kan? Hier zitten gewoon caravans in zo'n ding en dan slaap je in die bungalow of zo, of wat? Ja, ik ga nu even op onderzoek uit, oké? Ja? Ja. Marion is klaar met mij. Baby, oeh. Is er. We hebben geen bereik hier. Helemaal niks. Nee, gewoon
Puntje, 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 puntje. Gewoon geen bereik, gewoon niks nada noppes. Dat is wel finesse voor de vlogs. Oh, ik zie het. Maar... echt gewoon niks. Maar ze hadden wel als review goede wifi. Ja, dat is wel echt sick. Ze hadden als review goede wifi. Oh joh, dat is wel lijp, ja. Zo, maar wat een wegrij, hé. Schatje, mijn complimentje. Ja? Ja, mijn complimenten. Mijn complimentje. Mijn complimentje. Geen bereik. Hè. Geen bereik. Maar hé, mijn liefde voor jou komt altijd aan. Schrijf die maar op, mannen. Dat is een goeie. Andere netwerk. Schatje, mijn liefde voor jou gaat altijd maar over één netwerk. Ga jij maar even aan het werk. Vuile schroft. Oh, 5G, 5 streepjes. Oké, we hebben echt een prachtig plekje hier. Het is ongelooflijk. Het is echt zo. Nu lijkt het wel heel lang trouwens, maar die fietsen zijn uitgeklapt. Maar ondertussen is de rest ook aangekomen. Goedemorgen, jongens. Let's go, man. Yes. Nee, dan moet jij dus een box doen. Dus ik een box, jij high five. Oh. En dan ik juist. Top. Oké, die hebben we de camper daar neergezet. En ik ga meteen mijn visspullen pakken. Let's go! Dit wordt echt sick. Er waren namelijk twee gasten. En ik vroeg aan ze, hoe werkt het allemaal? Kunnen we wassen? Kunnen we drogen? Kunnen we gebruik maken van de douches? Waar is het allemaal? Bla, bla, bla. Wat is de wifi? Bla, bla, bla. Alles gefixt, alles gevraagd. En toen zei ik van, mag ik hier vissen? Toen zeiden ze, ja, moet je een licentie kopen? Toen zei ik, ah, maar waar moet ik die licentie kopen? Ja, bij mijn vader, want die is de eigenaar van deze rivier. Yo, holy shit, zijn vader is gewoon eigenaar van die rivier. Dan ben je wel echt een big baller. Dus toen vroeg ik van, ja, maar het is alleen voor vanavond. Dus het is misschien nu nog een uurtje, want dan is het donker. Mag ik alsjeblieft hier vissen? Ja, ik bel mijn vader wel even. Dus toen belde hij zijn vader, ja, bla bla, ik heb hier iemand staan die wil graag vissen. En toen zei die vader, het mag. Dus ik mag hier vissen. Toen zei hij van, maar als je gaat vissen, de grote vissen, doe ze wel weer terug. De kleine mag je wel meenemen. En toen zei ik van, ja, dit is misschien heel raar om te zeggen of om te horen voor jullie, maar ik eet geen vis. Dus ik vang ze en ik laat ze altijd weer terug. Oh, maar ga dan maar lekker vissen, joh. Ga maar, geen probleem. Ja, super dik. Dus ik heb toestemming van hun vader en ze vonden het allebei helemaal top, omdat ik alles weer losliet. Dus helemaal perfect. Dus ik ga de hengels pakken en ik ga meteen nog even vissen. Marion is zo lief om meteen even een wasje te draaien. Ik hou van jou, Marion. Dankjewel. Dus Marion zei, ik ga zo snel mogelijk vissen. Let's go, voordat het donker wordt. Dus ik ga meteen mijn spullen pakken en dan gaan we vissen. Gaat je? Tot zo. Kan niet verkeerd, hè? Tot zo. Love you. Zal ik deze dicht doen? Bye. Doei. Oké, daar gaan we. Het enige wat ik nog nodig heb is mijn vishengel. Die heb ik hier. Zo, mooi aasje eraan. Oh, kan ik hier naar beneden? Boy, yo. Dit wordt een sprongetje. In twee. Holy moly, dit is wel echt sick hoor, dat dit mag van hun. Yo, waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? Oh my god, wat sick dit. Yo. Wat een zieke plek is dit, hè? Ongelooflijk. Oké, ik moet meer naar plekken toe waar je grote stenen hebt en waar het een beetje stil ligt, waar niet echt een stroming is. Misschien is er nog één plekje hier en anders dan moet ik eventjes een stukje over de weg ergens heen gaan. Misschien kan ik hier nog naar beneden. Wajo. Ja, daaronder moet wel vis liggen, maar dan moet ik een beetje parcouren. Misschien kan dat via hier. Ik moet natuurlijk oppassen dat ik niet naar beneden flikker. Kijk, misschien kan ik via hier dan naar boven. Dan via hier. En dan via hier naar beneden. Dat zou echt sick zijn. Dan heb ik echt een godspot. Juist. Holy moly. Kijk waar ik sta. Dit is niet normaal. Er moet daar vis liggen. Daar zo. Dat moet. Kan niet anders. Oké, die was slecht gegooid. Opnieuw. Ook niet perfect gegooid. Ik zou zeggen dat deze perfect is. Ik sta te hoog, denk ik. Iets naar beneden. Zo, dat is een zieke plek daar. Oh, dit gaat helemaal goed komen. Zo, wat een gooi. Let op. Vissie, vissie, vissie. Kom maar. Vissie, 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 vissie. Oké, ik ga nog verder. Ik ga hier naar beneden. Even kijken, dat lukt wel. Oh, hier zo heen. Hier zo. En dan boom. Holy moly. Dit is lijp. Dit is lijp. Oh. Hier moet ik toch wel vis krijgen. Kom op. Kan toch niet anders? Aanbeet, aanbeet. Hè?
snap je niks van. Oké, ook al heb ik hier geen beet. Dit is wel echt een van de mooiste plekken waar ik ooit heb gevist. Onder een brug hier zo. Super mooie stroming. Dat geluid ook de hele tijd. Prachtig. Ja, dit is echt genieten van de natuur. Jeetje, Mina. Kijk me nou staan. Ongelooflijk. Ik ga nog één keer gooien, dan ga ik door. Ja, meestal als ik op dit soort plekjes gooi, dan klappen ze er meteen op. Dus als dat nu niet gebeurt, dan moet ik ook gewoon naar de volgende stek gaan. Nee, gebeurt niet. Op naar de volgende plek. Dan moet ik dus wel hier over de weg lopen, maar dat gaat wel goed komen. Moeten we alleen verderop ergens naar beneden zien te komen. Dat is misschien nog wel een uitdaging. Oh, nog even een lekkere avondwandeling. Er komt vanzelf een moment dat we ergens naar beneden kunnen. Want dit is gewoon te gevaarlijk hier. Ik weet helemaal niet wat achter die bosjes zit. Misschien gaat het wel stel naar beneden. Wauw, ik wilde net de hoek omgaan hier. Toen hoorde ik in één keer Enzo. Drie keer raden wie dat is. Myron. Die wil nog mee op dit avontuur. Die support me ook altijd, hè, lieve Myron. Je wilde het niet missen, hè? Nee, heb je al iets gevangen? Nee. Ik heb wel je handschoenen meegenomen. Ah, die had ik expres laten liggen. Oh. Maar ze is heel lief van je. Ja, die zijn gevallen. Nee. Oh. Maar maakt niet uit. Waar ga je heen? Is lief van je. Ja, ik ga naar een goede plek waar ik naar beneden kan. Mag ik deze aan jou geven, mevrouw? Ja. Wil jij de rol als nette schepper op je nemen? Ja? Prachtig. Ja, ziet er grappig uit zo. Hoor dit dan. Hoe lekker. Dit is een beetje smal. Maar als we dan eenmaal bij de grote zijn. Oh, dan ligt daar vis, joh. Oeh, dikke forel. Zo'n grote dat hij geen eens in het net past. Hier moeten we ergens naar beneden kunnen, alsjeblieft. Ja, hier is wel een keer iemand geweest. Kijk dan. Ja hoor. Zo, ja, daar is wel iemand gelopen. Zullen we het gewoon doen? Als jij het een beetje plat doet. Oei, joh. Hier is een steen. Dan kan je opstaan. Blijf maar vlak bij mij, dan kan je me vasthouden. Als jij niet overvalt. Nee. Heb je mij? Hier is een tak, hier beneden. Oh, ben je gevallen? Ja. Wel avontuur dit, hè? Mijn schoenen zijn te glad, joh, hiervoor. Oei, 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 dit is ook wel spannend, hè? Waar gaan we hierna heen? Daar zo. Ja. Zo, dit zijn ook gewoon brandnetels, hè? Huh? Ja, daarom. Ik maak het hier even goed plat. Oei, joh. Ik ga glijden hier, denk ik, hoor. Oh, hier is weer een boomstam of zo. Ja. Oeh, kijk dan. Wat een vogelnest. Echt? Ja, kijk dan. Oh ja. Oh. Kijk dan waar we uitkomen, hè. Holy moly. Wow, wat ziek. Heel ziek. Gaat wel makkelijk opzij. Ik ga hier staan te vissen, hoor. Kijk dan. Holy moly. Hier moet toch vis liggen, jongens. Kom op. Daar gaan we. Ja? Oké, ik doe een andere aasje eraan, omdat Marvin het zegt. Maar eerlijk? Zieke spot. Niet normaal, hè? Heel benieuwd. Een spinner, zeg jij, hè? Oké, ik moet er van Marvin een spinner aan doen. Ik heb deze. Ja, deze mini? Marvin zegt deze mini. Oké, daar gaan we, met de kleine spinner. Omdat Marvin het zegt. Zo. Oei. Oh, perfect. Dat verdient gewoon vis. Oei, joh. Holy shit. Oei, joh. Ik viel bijna in het water. Oké, laten we weer naar boven gaan. Volgende spot? Ja, volgende spot. Kijk, je lopen met schepping. Komt goed. Als je dat net niet zo achter je houdt, dan kan ik je helpen. Hier, easy. Easy, babe. Op naar de volgende. Wee, yo. Wee, yo. Helemaal geen beweging, niks, dames en heren, op deze prachtige rivier. Helemaal niks. Geen vis te bekennen. Zo, kijk dan. Oh, ja. Zag je dat? Ja. Er klapte een vis op. Ja, ik heb beet. Oh, hij is eraf. Ik had beet. Even die andere kant proberen. Oh, ze liggen hier gewoon te wachten totdat er zo'n visje komt. Helaas. En hier? Ja, hier liggen ze, hoor. Hier beneden, dames en heren. Hier liggen ze. Dat moet wel. Dit is dieper dan je denkt. Zo. Gek spul dit. Zie hoe makkelijk dat breekt.
Ja. Oké, dit moet het zijn, dames en heren. Laatste kans. Oh, holy shit, ik val hier bijna. Let's go. Geloof je toch niet? Ik snap er helemaal niks van. Nee, dit is hem niet. Nou, laten we teruggaan.